De heer Jayant van Jaisoor Car Wash die heeft er in verband met het Diwali-feest dan een activiteit georganiseerd op OS Bolletri Hey. Het is een dag geworden met muziek, met lekker eten, lekker drinken, Diwali-boodschap, prijsjes voor kinderen die heel mooi en klederdrachten aan hadden, verschillende bevolkingsgroepen. En dat is dan in feite de strekking van dit project op OS Bolletri Hey. We spraken er met de schoolleider die zegt heel aangenaam verrast te zijn met dit project. Ze hebben er eens Phagwa gevierd hier op de school, maar nooit een Diwali-feest zo uitbundig. We spraken er ook met de trekker van dit project, de heer Jayant van Jaisoor. Allereerst wil ik de sponsor heel hartelijk bedanken. Want ik hoor dit wordt voor het eerst hier gedaan. Ik ben zeer blij daaromtrent. En ik hoop dat dit nog vele naar deze zal komen. We zijn hier in verband met Diwali, die maandag gevierd wordt. Ja, en ik hoop dat de meeste mensen een beetje, vooral de kinderen, heel weinig daaromtrent weten. Diwali is algemeen gezegd een lichtjesfeest. Om licht te maken daar waar het donker is. Niet alleen buiten, maar ook binnen bij jou licht te spreiden. Hoe doe je dat van binnen? Dat is te bidden. Je bidt, je spreekt de spreuken uit. Je bidt aan God dat je van binnen ook verlicht wordt. En het heeft heel veel redenen hoe men hieraan is gekomen. Het is een godsdienstig feest. Het is ook een seizoensfeest. Ja, en nog meer. Een herdenkingsfeest. Maar in elk geval, licht is heel belangrijk. Niemand houdt van donker. Als het ergens donker is. Kinderen, jullie willen toch niet in het donker gaan lopen op straat. Jullie willen graag dat overal verlicht is. Dat doe je, dat is dan leuk. Dat doe je, begin je bij jezelf. Begin bij jezelf te verlichten. En dat is maandag, ga je met een dia zitten, samen met je ouders. Ja, en dan kan jullie bidden en dan aan het eind de dia aansteken. Ik denk dat ik dan genoeg voor vandaag heb gezegd over dit lichtjesfeest. Want de tijd is ook vervlogen. Dus dan wens ik jullie iedereen voor maandag alvast een Shubh Diwali. En mijn collega, Eva. Ook een Shubh Diwali namens de resortraad weg naar zee. Ik ben de Nachani Arupa. En ten eerste wil ik jullie allemaal een Shubh Diwali toewensen. En met de dank van Jaisoor Car Wash ben ik hier aanwezig. Niet ik alleen, maar het hele programma die hier hij heeft gesponsord en ook geprogrammeerd. Mag ik een groot applaus voor de heer Jayant. Dank u wel. Van mijn kant, meneer Jayant, nogmaals van harte bedankt. Dag, als u zich even voorstelt. Goedemiddag, ik ben mevrouw Dico Meurenhof. Ik ben schoolleider van OS Bolletri Hey. Ik neem al sinds 2018 neem ik waar en ik ben nu schoolleider van OS Bolletri Hey. Okay. Ja. Meneer Jayant van Jaisoor Car Wash, die nam er contact op met de school en jullie hebben gelijk ja gezegd? Ja, dat hebben we gelijk gezegd. Waarom? Ja, als je het krijgt, dan zou je het moeten vaden. Dus we zijn blij met het initiatief van hem, dat hij aan onze school. Dus dit maken we voor het eerst mee. Hè. We hebben altijd een Phagwa gevierd, maar ons eigen initiatief, de school, maar niet van buiten. Ik vind het ik stel het op prijs dat hij zo'n initiatief genomen. En dat onze school dit keer eigenlijk de gelegenheid heeft gekregen om Diwali zo te vieren. Ja? En ik wil hem bedanken. En ik eigenlijk eerst, in de eerste plaats wil ik hem ook vragen dat God hem beschermt. Ja, dat hij verder kan doorgaan met zijn... Ik ken hem nauwelijks 3 dagen.
En wat ik heb begrepen van hem, dat hij al 5 jaar zo een project heeft gestart. En dat hij niet alleen op scholen, te huizen, mensen in de buurt, vooral arme mensen die het nodig hebben, blij maakt. We weten, we leven in een moeilijke tijd, dus het is meegenomen. Ja? We zijn het echt op prijs. Het is een genoegen dat wij onze school ook eens een deel maken van zijn project. Ja. En stel dat hij niets had gedaan vandaag, hadden jullie dan wel activiteiten voor vandaag op de school? Nee, we zouden geen activiteiten hebben. Dat zeg ik u al. Voor het eerst hebben we zo een Diwali gevierd. Ik had ook gedacht van dat Diwali niet echt groot werd gevierd. Sober dus. En zo. Dus Pagwa hebben we altijd uitbundig gevierd hier, maar Diwali niet. Okay. Dus ik ben blij en ik hoop dat we voor de komende jaren nog blijven doorvieren. Al is het niet met hem, maar dat hij de eerste is die zo'n stap initiatief heeft genomen. En we zullen verder mee zo'n feestje organiseren. Zag u het enthousiasme bij uw kinderen? Ja, wij ook als leerkrachten, ik ook als schoolleider. We zijn blij ermee. Je ziet het zelf, je hebt het zelf gezien. Maar de tijd is te kort. Als het langer kon, dan zouden we meer genieten. Ja. Hoe groot is de school? De school is 358 leerlingen. En uw team aan leerkrachten? 30, ja. Vrij grote school. Grote school, en ja. Wat mij is opgevallen is dat het gewoon een multiculturele school is. Ja, en multi-etnisch. Precies, ik heb het zelf gezien aan de klederdracht van de kinderen. Hè. Anderen zijn met hun culturele kleding gekomen. Ik heb niet zo aangetrokken. Ik verloog mijn afkomst niet. Ik ben een Maron. Dus maar ik vind het fijn als we gezamenlijk zulke feesten kunnen vieren, gezamenlijk kunnen vieren. Dat laat ons zien dat we een eenheid hebben in Suriname. Ja? Niet dat hun staan, trouwens heeft het zelf gezien. Anders zijn met hun pangi gekomen, hun sari, hun sarong en zo moet het zijn. We zijn één. Eén Suriname. De eenheid moet er zijn. Had je die Wali-boodschap namens uw team, namens uw leerlingen en de gemeenschap van Suriname? Dat zou ik willen laten aan mijn onderhoofd. Voorstel. Ja, ik ben mevrouw Siopal. Ik ben onderhoofd van OS Balletrihei. En ik zou ieder Shub Diwali toewensen. Diwali is een afkomst van het woord Dipauli. En Dipauli wil zeggen rijtjes, lichtjes. En het geeft aan dat je elkaar lief moet hebben, dat je elkaar moet vergeven. Het is de overwinning van het goede naar het kwade toe. En ik hoop dat het niet alleen bij deze wordt, dat het alleen op de Diwali-dag wordt, maar dat we dan elke dag zo in harmonie kunnen leven. Dank u wel, meneer Ganesh, en dank u wel, meneer Jaisoor. Heer Jayant van Jaisoor Karwash, we zitten hier op het terrein van OS Balletrihei. Wat heeft u hier georganiseerd, heer Jayant? We hebben hier eigenlijk vandaag een Diwali-programma bij elkaar gezet. Dus een Diwali-activiteit, meneer Ganesh. Het is Diwali, dus ik dacht van dit keer kies ik voor OS Balletrihei. Het is een openbaar school. En ik ken de school, dat ik dat school kent, maar ik ga vaker hier langs. En zo toen ben ik in contact gekomen met de directeur. En ik vroeg van wat gaan jullie voor Diwali doen. En ze heeft gelegen, zei van kijk, wij gaan niks doen omdat nooit een activiteit hier is gedaan. En toen dacht ik van nee, dit keer wil ik dan hier doen. Dus zodoende is het vandaag dan dat ik hier ben. En wat heeft u precies gedaan voor de school? Meneer Ganesh, het is een openbaar school. En je hebt alle soort kinderen hier die op school zitten. Dus dan heb ik een Chenia gevraagd om op te treden. Die heeft het ook gratis gedaan. En ik heb ook een dame gevraagd, naam Shannon denk ik, of Shannon. Zij heeft klassiek ook een beetje gedaan voor de kinderen. Dus en er was ook een DJ en er waren ook gastsprekers van Weg naar CRR. En ook een gastspreker van RR Munder. Dus dat was het zo een beetje. De kinderen hebben gegeten en gedronken. Wat heeft u voor ze klaargemaakt? Ik heb ze klaargemaakt, meneer Ganesh. We hebben heel veel klaargemaakt. We hebben roti klaargemaakt, we hadden versnaperings, we hadden baras, we hadden jalebi. Een heleboel, alle soort zoetigheid. Want je weet, Diwali... Voor de hele school? Voor de hele school, ja. Terwijl we hebben voor 400 kinderen eten klaargezet. En u hebt dat allemaal zelf klaargemaakt met uw team? Ja, we hebben met ons team. In deze zou ik ook vandaag door willen geven dat de oudjes van Weg naar Zee, Wedervaart Weg naar Zee, zij waren ook een deel van deze project. Want deze keer hebben ze ook samen alles gedaan. Ze zijn ook gekomen om te helpen, baras bakken. Dus ja,
Het is een beetje anders dit keer gegaan. Ja. Heeft u dit alleen gedaan of heeft u dat met sponsoren gedaan? Nee, meneer Ganesh, dat heb ik eigenlijk alleen gedaan. Laat me zeggen, ik heb het alleen gedaan. Want het is Diwali, dus ik zei, ik ga geen sponsoren vragen, ik ga geen sponsoren benaderen. Dus met mijn spaarcentjes ook van de Karoosh. Dus daar heb ik het op meegenomen. Tevreden? Dik tevreden, helemaal tevreden. Heeft u een Diwali boodschap? Nou, de Diwali-boodschap zou ik aan iedereen een Shubh Diwali toewensen. Laat ieder het lichtje gaan schijnen. Laat iedereen toch nu anders om gaan denken. We moeten geen vijandschap hebben. Laat iedereen gezamenlijk gaan leven. Dat zou ik in deze willen zeggen. Ik heb niet veel te zeggen, de onderwijzeres hebben ook al eigenlijk bijgevoegd wat, Diwali, wat allemaal met Diwali te maken heeft. Dus het enige wat ik heb te zeggen is dat het een lichtjesfeest is en iedereen met elkaar moet gaan leven. We moeten geen onderscheiding maken tussen bevolkingsgroepen. Daarom heb ik ook gekozen voor een openbaar school vandaag.